zetten we Boston straks in de schijnwerpers. Dit is de Universiteit van Nederland. Ik zal meteen maar even duidelijkheid scheppen over de titel. Het gaat niet over naaktfotografie. Maar het verhaal dat ik te vertellen heb is zeker zo interessant. Het gaat bijvoorbeeld over borstkanker. Alle vrouwen in Nederland boven de 50 jaar die worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek, voor de screening. En als je de foto's mag geloven die je daarbij worden gemaakt, dan heb je het idee dat het een soort feestje is. Het is een soort wellness-ervaring, zo wordt het gebracht. Terwijl sommigen onder u die het hebben ondergaan ook wel weten dat het gewoon hartstikke zeer doet. Het is pijnlijk en sommigen noemen het zelfs middeleeuws. We gaan het ook hebben over schijnwerpers. Dus we gaan het hebben over licht. En aan de Universiteit Twente doen we veel onderzoek naar nieuwe methoden om met licht iets goeds te doen voor de geneeskunde. En dat proberen we te doen zonder de nadelen die bestaande technologieën hebben. Bijvoorbeeld hier borstkanker. We proberen, en dat zou ontzettend mooi zijn, we proberen een optisch systeem te ontwikkelen dat borstkanker kan detecteren op een pijnloze manier, maar ook zonder schadelijke straling, zonder contrastmiddel, zoals bij MRI wordt gebruikt. En ook een methode waar ook jongere vrouwen wat aan hebben die nou niet gescreend kunnen worden, omdat dat met röntgen niet goed werkt. Maar eerst gaan we iets dieper in op wat licht nou precies is. Licht is elektromagnetische straling. Er zijn heel veel soorten elektromagnetische straling met een hele groot verschil aan golflengte. Helemaal links in het spectrum, dus bij de kleinste golflengte, hebben we röntgenstraling. Die heeft een golflengte van ongeveer een nanometer, dus dat is een miljoenste millimeter, dus ontzettend klein. Helemaal aan de andere kant van het spectrum hebben we radiogolven. En die kunnen golflengte hebben van centimeters of meters zelfs, of nog langer. Nou, en daartussenin zit ergens een heel klein bandje. En dat is licht. Nou, die andere soorten straling kunnen we niet zien, dus radiostraling en röntgenstraling. Licht kunnen we zien. En dat is eigenlijk ook de definitie van licht. Nou, je hebt dus een hele ruime keuze aan straling. Wat voor soort straling heb je nou nodig om goede afbeeldingen van het lichaam te kunnen maken of goed aan het lichaam te kunnen meten? Je moet eigenlijk vrij diep in het lichaam kunnen doordringen. En wij bestaan voor een heel groot deel uit water, voor meer dan 70%. En dat betekent dat je eigenlijk moet kijken naar het absorptiespectrum van water. Hoe hoger dat spectrum is, hoe sterker de absorptie, dus hoe minder diep de straling in het lichaam komt. Nou, als we nou eerst kijken naar de kleinste golflengte, naar de röntgenstralen. De absorptie daar is mooi laag, dus die röntgenstralen die gaan in het algemeen vrij goed door het lichaam heen. Je kan als het ware met röntgenstralen het lichaam doorlichten, zoals het wel wordt genoemd. En nou, hier zien we eigenlijk de eerste medische röntgenfoto die ooit is gemaakt door röntgen zelf. Van de hand van zijn vrouw. En we zien eigenlijk een soort schaduwbeeld van de plekken waar de röntgenstraling er niet doorheen kwam. Dus dat is heel mooi. Nou, helemaal aan de andere kant van het spectrum zien we absorptie door radiogolven. Ook daar is de absorptie mooi laag. Dus die radiogolven komen ook heel diep in het lichaam. En die kunnen we gebruiken in een MRI-scanner op een heel andere manier dan met röntgen. Dat is geen schaduwbeeld. Maar eigenlijk de meeste andere soorten stralen worden heel sterk geabsorbeerd in water, dus in het lichaam. En komen niet diep, gewoon maar een paar micrometer of misschien niet eens een millimeter. Behalve dat kleine bandje daar in het midden, daar zien we een grote dip in het spectrum. En op de bodem van die dip, daar zitten we met licht. En dat betekent dat licht dus ook vrij diep in het lichaam kan doordringen. Nou is het natuurlijk niet zo dat je met licht zo mooi door het lichaam kan heen kijken als met röntgen. Wij zijn geen kwallen, wij zijn niet doorzichtig. Dat weten we allemaal wel. Er is wel iets wat je kan doen. Je kan bijvoorbeeld met een sterke lamp kan je door de vingers heen schijnen. Als het maar donker genoeg is, als je dit doet in een goede donkere ruimte, een kast of zo. Dan zie je dat er best wel wat licht door die vingers heen komt. Het is vooral rood licht dat er doorheen komt. En als je goed kijkt en als je het plaatje dat je ermee kan maken een beetje oppoetst, dan, zoals hier het plaatje van de vingers van mijn vrouw, dan zie je wat bloedvaten. Nou, dat zijn de bloedvaten vlak onder de huid.
En meer zie je eigenlijk niet. Je ziet dat er meer of minder licht doorheen komt. Maar je ziet geen botten en je ziet lang niet alle bloedvaten die er zijn. Dus eigenlijk is de conclusie van, nou, je komt misschien wel een stukje in het lichaam. Dat is in feite dat lichtbundels niet rechtdoor gaan, zoals in een kwal het geval zou zijn. Maar dat allerlei grillige paden afleggen. Dus als er al iets van bloedvat zit, dan zal dat licht er gewoon omheen spoelen en je ziet er gewoon niet veel meer van. Dus dat is de situatie met licht. Dus eigenlijk zou je tot nu toe de conclusie kunnen trekken dat gebruik van licht in de geneeskunde is gewoon een slecht idee. Gewoon een waardeloos idee. Nou valt het reuze mee. Ik heb laten zien dat licht in ieder geval wel door de vingers heen komt. En daar kan je alleen al iets mee doen. Je kan alleen al meten met licht. Nou, ik ga nou hetzelfde doen door de vinger heen schijnen met een apparaatje dat ik hier heb. Het is een apparaatje wat je op de vinger zet. Een clipje met aan de ene kant een ledje en aan de andere kant een detector. En als we even wachten, dan gaat die piepen. Wat hier gebeurt is, dat ledje, dat schijnt door de vinger heen en aan de andere kant meet hij de hoeveelheid licht die er doorheen valt. Nou, bij iedere hartslag die er is, gaat er eigenlijk een golfje bloed die vinger in. En tijdens iedere golf van bloed gaat er net iets minder licht door de vinger heen, door die absorptie. Dus bij ieder dipje dat we in het signaal zien, is er net even een hartslag. En op die manier kan je de hartslag meten. Nou, deze methode noemen wij met een geweldig woord fotopletismografie. Daar kan je veel punten mee winnen met Scrabble. Dit was mijn hartslag. Ik weet niet hoe het vond. Ik vond het zelf wel aardig goed. In mijn omstandigheden. Maar je kan dit tegenwoordig ook meten, de hartslag, met een camera gewoon op afstand. Ik heb zelfs gezien dat het tot op 100 meter afstand kan. Dus als je iemand filmt in een beetje normaal licht, en je bekijkt dat filmpje, dan zie je er niks aan. Maar als je de variaties in het beeld, als je die versterkt, dan krijg je zoiets te zien. Dus we zien dat deze mensen die zijn gefilmd eigenlijk staan te blozen op de functie van de hartslag, de iedere hartslag. Nou, dit is natuurlijk ongelooflijk handig in het ziekenhuis, omdat je op die manier niet allerlei dingen aan het lichaam hoeft te plakken. Dus zeker bijvoorbeeld in het geval van zo'n baby. Maar je kan er ook op wachten dat dit soort methoden worden toegepast op vliegvelden, in de wachtrij voor de paspoortcontrole. En dat ze iemand eruit pikken die er wel heel erg zenuwachtig uitziet, op basis van de hartslag. Het is nog niet, ik denk dat het gaat komen. Oké, dus dit gaat over het meten eigenlijk door met behulp van de absorptie van bloed. Nou zijn er ziektebeelden in het lichaam waarbij meer bloedvaten worden aangemaakt. Ontstekingen zijn zulke ziektebeelden. Maar dat geldt ook voor tumoren. Kwaadaardige tumoren die groeien hard. En om hard te groeien maken ze hun eigen bloedvatstelsel aan. De zogenaamde tumorangiogenese. Het zou dus heel mooi zijn als we op een of andere manier de groei van die bloedvaten, of het bestaan van die bloedvaten om zo'n tumor kunnen meten. Want dan kunnen we misschien wel op basis daarvan een tumor waarnemen. Nou is het probleem natuurlijk dat veel van die tumoren die zitten vrij diep in het lichaam. En je komt met zo'n witte lamp, kom je gewoon niet dat hele lichaam door, van voor naar achter bijvoorbeeld. En als je er al komt, ja, dat schaduwbeeld, dat komt er ook helemaal niet uit, omdat het te diep zit. We maken dan de stap naar geluid. Het blijkt namelijk dat we met de absorptie van licht, dat we ook geluid kunnen maken. We nemen een weefsel, dat ziet u aan de linkerkant, met bloedvaten. En we gaan dat weefsel met hele korte, felle lichtpulsen belichten. Pulsen van een paar nanoseconden lengte. Nou, op het moment dat dat licht wordt geabsorbeerd in bloed, zal het bloed een beetje uitzetten. Het zal het naburige weefsel een zetje geven. En dat zetje betekent dat er ultrageluidsgolven naar buiten gaan. Het is alsof je een steentje in een vijver gooit. Nou, dat proces heet fotoacoustiek, het maken van geluid met licht. Vervolgens gaan we terugrekenen, eigenlijk naar het tijdstip waarop de lichtpuls gegeven is. En als we dat algoritme laten lopen en we kijken naar het eindresultaat, dan is dat een soort afbeelding geworden van een fotoacoustische afbeelding van de plekken in het lichaam waar licht kwam en waar dat licht werd geabsorbeerd. Goed, zo werkt fotoacoustiek dus. En je kan zien dat je op die manier niet zomaar een schaduwbeeld krijgt,
maar dat je echt een driedimensionale afbeelding kan maken van bloedvaten. Het is natuurlijk mooi dat ik dat beweer. Geluiden en zo. Het is ook wel leuk als ik dat ook echt zintuigelijk waarneembaar maak. En dat ga ik nu voor u laten zien. En dat doen we aan de hand van een apparaat dat we de fotofoon noemen. En de fotofoon die bestaat in de eerste plaats uit een lamp. Felwit licht. En die lamp die kan ik... aansturen met muziek, gewoon uit de muziekspeler. En ik heb er een muziek op staan met een redelijke beat. En u ziet ook dat licht ziet u flakkeren in intensiteit. Wat ik vervolgens heb is een zwart watje, dit is een verkoold watje. Dus dat wil zeggen dat die vezels hier, die zijn een paar, heel dun, een paar micrometer, doet er niet toe. Ze zijn heel zwart. En die staan eigenlijk voor, die dunne vezels, die staan voor de bloedvaten in het lichaam. Daar staan ze een model voor. Nou, die kan ik in een reageerbuisje proppen. En in principe kan ik hem nou in de bundel houden en dan hoor ik muziek. Dat is geweldig om dat te horen. En dat is, het is gewoon echt fascinerend. Maar ik kan me voorstellen dat u niet één voor één hier naar voren kan komen. Dus wat ik hier heb is een microfoontje erin, dicht bij de watjes. En dan hou ik... u hoort de beat, u ziet de beat ook. De geluidskwaliteit is niet indrukwekkend. Het zou leuk zijn om het beter te maken, maar het is duidelijk. Het is echt het effect van... de absorptie in het zwarte watje. Dus hier wordt hier niet gefopt door een klein fotocelletje dat erin zit, want het is gewoon een pluizig watje. En aan de hand ervan krijg je toch een behoorlijk goede geluidskwaliteit. Oké. Dus het werkt. Dank u. Ik vind het zelf een briljant idee. Ik kan het. dat je zoiets bedenkt. Ik heb het ook niet zelf bedacht, daarom kan ik het zeggen. Het is ontdekt eigenlijk door Alexander Graham Bell in 1880. En hij heeft geprobeerd op basis van dat verschijnsel een soort optische telefoon, een fotofoon noemde hij het ook, te maken. Waarmee je met zonlicht geluid kon overbrengen. En ook spraak kon overbrengen. Dus de man was zijn tijd ver vooruit. Het is hem niet gelukt om die fotofoon echt te maken. Maar wij gebruiken het in principe nu om bloedvaten en andere absorberende stoffen in het lichaam af te beelden. De toepassing die ik vandaag uiteraard laat zien is die van het detecteren van borstkanker. We zien hier onze meest recente fotoacoustische mammograaf. De vrouw ligt op de buik en de borst die hangt in een kom. En die kom is aan de binnenkant helemaal belegd met ultrageluidssensoren. Een paar honderd sensoren. En onder in die kast zit een grote laser en dat laserlicht wordt naar de borst geleid. Het signaal van al die sensoren wordt gemeten en dan zien we een plaatje zoals dit. We zien hier de bloedvaten, eigenlijk vrij scherp, in het lichaam, in de borst, tot op een diepte van ongeveer 3 centimeter, 3,5 centimeter. Waar je ze dus met het blote oog nooit kan zien, maar met fotoacoustiek horen we ze. Deze methode is... volstrekt pijnloos. Hij is voor de vrouw comfortabel. En de straling die we gebruiken is niet schadelijk, zoals bij röntgen. Licht kan je eindeloos toepassen zonder dat daarbij iets van een negatief effect optreedt. En we meten het zonder contrastmiddel, wat je dus wel nodig hebt in een MRI. De vraag aan het begin van het college was, zetten we straks borsten in de schijnwerpers? Het antwoord is voluit ja, maar met een maar erbij. We hebben ook geluid nodig om van borsten goede afbeeldingen te kunnen maken. Dus er is nog heel veel onderzoek nodig om aan te tonen dat uiteindelijk onze technologie meer waarde heeft. En een betere voorspelling van borstkanker, een betere detectie van borstkanker geeft dan andere methoden. Maar wat zeker is, bloed horen we goed. En dat biedt voor heel veel andere medische toepassingen een groot perspectief.
Ik dank u voor uw aandacht.